Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft gisteren voor de derde keer een business meet georganiseerd. Grace Jaart, onderdirecteur commercieel onder directoraat van Telesuur, geeft aan dat het telecombedrijf dit doet om de relatie tussen Telesuur en haar klanten te verstevigen. Zij benadrukte dat het bedrijf vanaf 2016 miljoenen heeft geïnvesteerd in haar infrastructuur. We doen het niet voor onszelf, deze investering. We doen deze investering om een spin-off te creëren voor Suriname, voor onze zakelijke klanten, voor onze residentials, onze particuliere klanten, maar voor het gehele land. Wat kunnen we allemaal doen zonder een goede internetverbinding? Vandaag is dat niet meer weg te denken. Is de reden waarom wij niet schromen om alles eraan te doen om dat optimaal te krijgen. Enkele bedrijven hebben presentaties verzorgd over hoe zij de internetfaciliteiten van Telesuur ervaren. Zo heeft Dion Brunings namens ATV een presentatie verzorgd over de eigen producties en de buitenlandse programma's die het televisiestation uitzendt. En op dit moment zijn we de leider, de marktleider van producties, eigen producties. En dat doen we voornamelijk met spot. We zijn de enige zender die op structurele wijze nationale competities live uitzenden. We hebben dat gedaan met de Surinaamse voetbalmaand. Iedere week zenden we minimaal 2 wedstrijden live uit. De Surinaamse volleybal playoffs hebben we uitgezonden. Suriname had een historische winst. Het is de eerste keer dat Suriname Caribisch kampioen is geworden, waar ik persoonlijk een beetje trots op ben. En dat hebben we live op tv gebracht in Suriname. De basketbalcompetitie doen we ook. De geweldige shot van Gillen Watamaleo tegen Grenade hebben we heel Suriname kunnen zien dankzij ATV en heel veel mensen hebben daarnaar gekeken. Nationaal en internationaal hebben we ook met zaalvoetbal gedaan. Dus dat was eigenlijk de eerste move die we hebben gemaakt. De volgende grote stap was dus de Europa League. Dat was Dion Brunings, medewerker van ATV. Hij verzorgde gisteren een presentatie over wat ATV aan programma's aanbiedt. De Business Meet is gehouden in het Sportcafé aan de Dr. Sofie Redmondstraat.